Kleurlenzen zijn gevaarlijk, dat zegt de Hoge Gezondheidsraad. Kleurlenzen dienen niet om beter te kunnen zien, maar om je ogen een andere kleur te geven. Ze worden niet zo streng gecontroleerd als echte lenzen. Als ze slecht gemaakt zijn of je gebruikt ze verkeerd, dan kan je er zware ontstekingen door krijgen. Als je echt eens griezelig wil uitpakken op een verkleed feest, dan springen deze lenzen zeker in het oog. Ze kosten 25 euro en je hebt ze in alle kleuren en soorten. Eigenlijk kan ik verrassend genoeg alles zien, alles heel normaal en ik zie niks roder of zo. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Gewone lenzen voor mensen die slecht zien moeten aan allerlei veiligheidsvoorwaarden voldoen, omdat het medische producten zijn. Kleurlenzen, die mogen overal vrij verkocht worden. De Hoge Gezondheidsraad waarschuwt wie er wil kopen. Ga dan naar de contactlensspecialist, opticien of oogarts. Die gaat zorgen dat u gezonde lenzen hebt die goed bij uw ogen passen, dat u weet hoe u ermee moet omgaan en weersta aan de verlokking om goedkoop online lenzen van onbekende Oosterse herkomst te kopen. Je kan er infecties van krijgen of een zweer op het hoornvlies. In ernstige gevallen kan je er zelfs blind van worden. En zitten ze comfortabel? Ja. In deze verkleedwinkel verkopen ze enkel kleurlenzen die een CE-kwaliteitslabel gekregen hebben van Europa. Wij geven dus bij elke set kleurlenzen dat wij verkopen, geven wij dus een boekje mee, het onderhoud en het gebruik. Daar staat alles in uitgelegd, hoe het je moet gebruiken, wanneer wel, wanneer niet, wat dat ook de gevaren zijn, hè, dus dat staat er ook in uitgelegd, en vooral het onderhoud. Want ook dat is belangrijk. Wie hygiënisch omspringt met zijn lenzen en ze niet te lang inhoudt, beperkt het risico op ontstekingen.